Alkmaar, 8 wedstrijden op rij in de Eredivisie zonder winst. Excelsior zelfs al 11 wedstrijden. Op 4 februari voor het laatst met 2-1 gewonnen van VV Alkmaar. Je zou dus zeggen dat moet een team zijn waarvan gewonnen kan worden. Eerste kans voor Prebel gaat er niet in. En dan de volgende, Aurelio. De vrije trap die dan uiteindelijk voor de voeten valt van diezelfde Dana Brebel. 20 jaar is ze. Vorig seizoen speelster van Alkmaar en nu voor Excelsior haar eerste Eredivisie goal. En dat dan tegen haar oude club. Het is ook nog de eerste echte goal van Excelsior, want tegen Feyenoord was het enige doelpunt. Een eigen doelpunt van de tegenstander. Op een sportpark, AFC 34, is dan voor het eerst de ploeg van Mark de Vries in de aanval. En ook dat levert dan snel een doelpunt op. Het is in de 33ste minuut Veerle van der Most. De 18-jarige maakte als 17-jarige al 3 doelpunten in het vorige seizoen. Dit is haar eerste van deze jaargang Eredivisie. In de tweede helft. Brewel gaat er nog achteraan. Deze bal valt niet binnen. Zij kon er niet bij. De poging was van Bokhoven. Dan een opmerkelijk moment. Een keepster die buiten haar 16 de bal toucheert met haar handen. Ze krijgt direct rood, moet er vanaf. En dan gaat het hier om de keepster van Alkmaar. Femke Liefting. Dan staat Puk Lauwers, 25 jaar, voor haar debuut. En die krijgt dan een eigen doelpunt om de oren. Kim Remijnsen in haar pas derde Eredivisie-duel. Met een eigen goal. Niet bepaald een lekkere manier om je Eredivisie-carrière te beginnen. Dan staat Excelsior dus op voorsprong. En willen ze dolgraag die overwinning over de streep trekken, want ze snakken er zo naar. Dan zou een extra doelpunt ook extra lekker zijn. En als die debuterende doelvrouw hier dan mis zit, is het Ais Gums, de Arubaans international, die de 1-3 weet te produceren. Via GVAV, Oranje Nassau en Sparta Rotterdam nu in de Eredivisie en haar allereerste doelpunt. Het wordt 1-3 en dus pakt Richard Mank zijn eerste overwinning van dit seizoen met Excelsior.